Daar staat hij al, jongen. De stoere guy. De man die denkt dat hij de man is in de wereld van Pokémon. Maar dit is eigenlijk helemaal niet de man in de wereld van Pokémon. Het is... goeie... oude... Yo, Nintendo fans! We zijn begonnen aan uw nieuwe Pokémon Shield Challenge. We hebben de openingsceremonie gehad en nu moeten we naar Turfield voor de eerste gym, de gym van Milo. In elke video hebben we een vraag van de dag en de vraag van vandaag is... welke van mijn baby Pokémon wordt uiteindelijk de sterkste baby Pokémon? Is dat Bidoo, Munchlax, Magpie, Riolu, Pichu... of Mantyke? Van wie verwachten jullie het meest? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we snel beginnen. Ik heb net een Silk Scarf gevonden en die boost de normal type attacks. Dus die gaan we even lekker aan Munchlax geven. En zo hebben we Bidoo en Munchlax al geboost. Dus dat is lekker. Hoppie de Poppie staat klaar voor ons. Hij is op ons aan het wachten. En hij wil een battle. Oké, Hoppie de Poppie. Let's go. Laten we een battle doen. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Hoppie gooit zijn eerste Pokémon. Een Wooloo. En dan gaan we eens even kijken of mijn babyteam Hoppie kan gaan verslaan. Dit is de eerste keer dat ik tegen Hop moet met het babyteam. Ik heb al een keer eerder tegen Hop moeten vechten. Maar dat was voordat ik Pokémon kon ruilen. Dus toen had ik nog geen baby Pokémon. Dat hebben we ook niet laten zien in de video. Want we zijn in de vorige video begonnen. Nadat ik dus de baby Pokémon in mijn team heb kunnen ruilen. En dat is na Magnolia. Nadat we bij Magnolia hebben gebattled. Wooloo is ondertussen poisoned, want Bidoo heeft een goede ability, namelijk Poison Point. Als ik word aangevallen, dan wordt mijn tegenstander gepoisoned. En dat is super chill. Datzelfde heb ik voor Magpie. Alleen dan is de tegenstander geburnt. En datzelfde heb ik voor Pichu, maar dan is de tegenstander geparalyzed. Dus ik heb best wel redelijke abilities voor veel van mijn Pokémon. En we hebben gewoon geen moeite, joh. We hebben gewoon geen moeite. Geen moeite met een level 11 Wooloo. Ik vind dit is best wel bijzonder. Dit gaat best wel lekker, als ik heel eerlijk ben. Ik had verwacht dat mijn baby Pokémon niet zo heel veel konden, maar mijn baby Pokémon zijn best wel goed tot nu toe. En doordat Wooloo gepoisoned is door de ability, is Wooloo eigenlijk al na twee beurten kapotski. En krijgen we lekker veel XP'tjes. Bidoo is level 14. Munchlax gaat naar 11. Magpie naar 13. En Pichu naar 12. En Pichu die wil Nuzzle leren. En dat is wel lekker zo voor het begin van de game. Dus niet super sterk, maar daarmee paralyse je tegenstander sowieso. Dus... dat is wel chill en hij is super snel. Dan nu tegen Rookidee. Ja, dan gaan we natuurlijk even wisselen naar Pichu. Rookidee! Ja, dat moet goed gaan komen met Thundershock, denk ik. Beam! Ja, super effective. Rookidee voor de health down. Pichu, lekker bezig, jongen. Eigenlijk zijn mijn baby Pokémon best wel goed, man. Ik had verwacht dat dit allemaal heel moeilijk zou worden. Ik denk wel dat het aan het einde van de game moeilijk wordt. Want nu moeten we nog tegen base Pokémon. En strakjes moeten we natuurlijk tegen Charizard en Duraludons. En weet ik veel wat voor gekke Pokémon. Pokémon allemaal. Ja, dan gaat het wel moeilijk worden. Dus ze moeten nu gewoon even keihard trainen. Terwijl Mantyke naar 11 gaat. Riolu naar level 14. En we dan tegen Sobble moeten. Daar is die. Oeh, die is wel level 14. Ik denk dat we nu wel een klein beetje op moeten gaan passen. Hij gebruikt ook Bind. Ja, wij doen even Donderschokkie. Nou, met twee Donderschokkies is Sobble gewoon down. Alhoewel, dit was een critical hit. Dus misschien toch niet. Dan ben ik heel benieuwd wat Sobble nu gaat doen in deze beurt. Hij gaat pounden. Dus even kijken hoeveel pijn dat doet. Ja, dat doet redelijk pijn. Hij is nu geparalyzed inderdaad, zie je. Doordat ik static heb. Nice, heel nice. En hij gaat net niet down. En Pichu gaat wel bijna down. Kan ik mijn Pokémon wisselen? Ik kan niet wisselen. Maar ik kan natuurlijk wel even een potion geven. Zodat Pichu niet doodgaat. Alhoewel, ik had ook gewoon kunnen aanvallen. Dan hadden we het volgens mij ook overleefd. Oh nee! Hij doet dat ook. Ja, hij wil serieus gehakt maken van mijn Pichu. Oké, let's go. Let's go. Thundershock. Hoppakee. Bam. Lekker. Hopelijk is Sobble nu Nee, Sobble is niet geparalyzed, maar hij doet growl. Dus dit moet goed komen. Verkeerde move, Hoppie. Je bent nog steeds niet een hele goede trainer. Het is jammer dat Hoppie niet zo slim is. Ik had wel graag gezien dat Hop toch net even wat beter was. Dat hij het me iets moeilijker zou maken. Maar waarom doe je nou growl? Hè? Val me gewoon aan met pound, man. Kom op. Bidoo gaat naar 15. Pichu naar 13. En dan hebben we Hoppie de Poppie verslagen. Jongens, ik mis mijn fiets. Ik wil gewoon sneller, maar ik heb nog geen fiets. We zijn op route 3. We zien een Trubbish en een Zigzagoontje en een enemy trainer. En we moeten tegen Vulpixie. Dat is weer geen goede matchup. Mantyke! Let's go, het is jouw beurt. Vulpix doet Ember. En dat beschadigt mij amper. En daar ben ik super blij mee. Want dan ga ik vol voor waterpistool. Maar ja, in de vorige aflevering... is mijn Mantyke gewoon gesloopt, hè? Heb je dat gezien?
Heb je dat gezien? Door een freaking Growlithe. Ja, maar Growlithe is ook gewoon een goede Pokémon. Alleen die had zijn attack helemaal geboost. En op een gegeven moment ging hij hem aanvallen. En toen, bam, was het gewoon in één keer dood. Ja. Nou, nu gaat het beter met Mantyke gelukkig. We kunnen deze Vulpix, als het goed is, wel verslaan. Dat is toch niet zo'n heel groot probleem. Ja, en ik heb er gewoon voor gezorgd dat ik veel verschillende types in mijn team heb. Alleen wat ik mis, is toch wel een Psychic Fairy, Dark Ghost, dat soort type. Dat heb ik niet in mijn team. Dan hadden we misschien Mime Junior of zo moeten nemen. Of Cleffa of zo. Of Igglybuff of Happiny. Maar ja, dat hebben we niet gedaan. Dus we gaan het gewoon lekker met dit team doen. En dan moeten we nou tegen dit meisje. Hallo meisje, schoolgirl Hannah. Die gooit er een Pancham uit. Ah, eens even kijken of mijn Bidoo dat kan. Bidoo tegen Pancham, interessant. Ik ga gewoon lekker absorben. Pancham gaat gewoon lekker tackelen met zijn blaadje uit zijn mond. We zijn aan elkaar gewaagd zo te zien. Alleen ja, met absorb krijg ik natuurlijk wel een deel van zijn HP terug. Ik hou zo erg van absorb moves en Giga Drain en Mega Drain. Dat zijn zulke fijne aanvalletjes. Hoppakee, we hebben hem gepoisoned door de poison point. Ja, moet je mij maar niet slaan, Pancham. Het is je eigen schuld. Eigen schuld, poison bult. En we zijn klaar. Lekker. Doei, Pancham. Munchlax naar 12. Mantyke naar 12. Munchlax is best wel traag. Munchlax wil Covet leren. Ik weet niet zo goed wat dat is. Oh, oké. Okay. Daarmee steel je het item van de tegenstander. En hij doet ook nog 60 HP damage. Dus is gewoon beter dan tackle. Dus we gaan tackle lekker weghalen. Nou, best wel een goede aanval eigenlijk al. Nice. En Mantyke wil waterpuls leren. Dat is wel nice, want de special attack is beter dan de normal attack. Dus die gaan we doen in de plaats van waterpistool. Want waterpistool doet 40 damage en waterpuls heeft 60 qua waarde. Dus dat is nice. Ik ga Munchlax even op de eerste plek zetten. Dus even kijken of Munchlax hier wat kan. Munchlax mag dan tegen Bidoo. Go Munchlax. Munchlax ziet er eigenlijk best wel groot uit voor een baby Pokémon, man. Ja, en die gaat natuurlijk keihard absorben. Die doet gewoon lekker dezelfde tactiek als ik. En dan ga ik eens even kijken wat Covet doet. Hop. Oh. 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 Lekker zeg. Oh, deze Munchlax is ziek goed. Let's go, baby team. Ja, dit gaat echt hartstikke goed. 3 Pokémon gaan een level omhoog. En we moeten nu tegen Gastifleur. Hallo, Gastifleurtje. Eens even kijken of jij ook niet tegen mijn Covet kan. Ja, dat komt natuurlijk ook door de Silk Scarf. Die boost mijn normal type attacks. Jeetje, man. Ik maak gehakt van deze enemies. Wat? Ja, maar echt, als we straks in aflevering 20 zijn, dan wordt het echt een stuk moeilijker, denk ik. Dit is nog allemaal redelijk gelijkwaardig. Maar ja, ik mag natuurlijk mijn Pokémon niet evolueren. En straks moet ik wel tegen geëvolueerde Pokémon. Dus dan wordt het wel moeilijker. De volgende battle! Tegen Purloin. Oh! Hé, hey, mijn Munchlax is overpowered, man. Ik weet niet, man. Lijkt wel alsof ik een freaking Mewtwo heb in plaats van een Munchlax, man. Wat is dit? Wat is dit? Dat is toch niet normaal? Wat zit je in je beeld te schudden naar mij, joh? Zit een beetje te twerken, man. Oké. Squawfet, die kan tenminste wel een klappie hebben. Hier. Boom, pak aan. Squawfet gaat even tackelen. Oh, kijk. Hij biedt al iets meer partij dan die Purloin. Die Purloin ging echt nergens over. Pak hem! En klaar. We zien hier allemaal roly-colies al. Ja, en deze guy heeft een... hoe heet dat ook alweer? Hoe heet die ook alweer? Die duizendpoot. Nou, we gaan gewoon battelen. Santiscorch heet die toch? Nee, dat is zijn evolutie. Sizzlypete, dat was het. Ik moest even nadenken. Maar inderdaad, Sizzlypete. En die Sizzlypete, die deed lastig. Maar hierna heeft hij een Doddler. En ik weet nog wel dat ik... Meestal had ik wel moeite met die Doddler. Die was best wel sterk altijd. En die was moeilijk te verslaan voor de Pokémon die je dan heel vaak hebt op dit moment. Nou ja, met dit team moet het goed komen. Kijk, Sizzlypeetje. Hartstikke idee. Dikke doei. Maar nu Doddler. Maar dan kan ik natuurlijk Magby gebruiken. Let's go, Magby. Nu gaan we zien hoe goed mijn Pokémon echt zijn. Alhoewel, ja, dit is natuurlijk wel een geëvalueerde Pokémon. Hij is nog niet in zijn eindfase, maar dit is wel iets moeilijker. Maar ja vuur maakt Burks toch gewoon echt kapot. Ja, het is niet anders. Doddler gaat er gewoon aan. Met zijn struggle bug aanval. Oké, nou. Doei Doddler. Mazzel. Tot de volgende aflevering. Ik weet niet of daar een Doddler in komt. Ik denk het eigenlijk niet. Riolu wil workup leren. Dat gaan we nog even niet doen. Munchlax gaat naar level 14. En dan moeten we de mijnen door. Onderweg naar Turfield. Naar de eerste gym. Prachtige omgeving. Ik ga zo min mogelijk hier proberen te battelen met de wilde Pokémon. Want ik bedoel, we gaan best wel lekker. Alleen we moeten wel even tegen die mijnwerkers. Rock'n'Rolla. Laat mij jou absorberen, Rock'n'Rolla.
Lekker, man. Ja, dat is al rock'n'roll is alweer klaar. Ja, zo simpel kan het soms zijn. Nou, ik moet niet arrogant worden. Het is nu makkelijk, maar later wordt het sowieso moeilijk. We moeten de brug oversteken, maar daar staat ook nog een wachtster. En dat is Sandra. Sandra, die heeft Diglett. Diglett gaat denk ik in één klap kapot. Diglett gaat mij eerst nog een klein beetje krabben. Is die ook nog gepoisoned? Arme Diglett. En dan ga ik jou ook even absorberen. Oké, je overleeft één klap. Oké, respect voor jou, Diglett. Respect. Maar de tweede klap zal genoeg zijn. Op je bolle neusie. Later. Mantyke is level 14. Mantyke en Munchlax zijn tot nu toe het laagste level. Ik heb niet gekeken tegen wie ik nu moet. Tegen een Drillbur. Het zal wel. Drillbur is wel wat sterker trouwens. Kijk, die overleeft gewoon minimaal twee klappen. Ja, tenzij je jezelf laat poisonen, vriend. Ja, dan gaat het sneller. Dan kan ik er ook niks aan doen. Ah, die ability is zo nice. Deze Bidoo gaat echt... Dit gaat echt een goede Pokémon worden voor deze challenge, denk ik. Echt een hele goeie. Had ik nooit verwacht van tevoren. Hij is ook al level 18 nu. Of nou ja, het is een zij. Het is een vrouwtje. En Magby wil Flameweal leren. En uiteraard gaan we dat doen. Jullie weten allemaal wie er aan het einde van deze grot staat, toch? Daar staat hij al, jongen. De stoere guy. De man die denkt dat hij de man is in de wereld van Pokémon. Maar dit is eigenlijk helemaal niet de man in de wereld van Pokémon. Het is... goeie. Oude. Daar is hij weer, jongen. We moeten weer zijn kont gaan schoppen. Met zijn lekkere tripmuziekje. Oké, Munchlax. Jij kan dit. Jij kan hem gewoon kapot maken. Makkelijk. Dit kan je. Jij bent een supersterk Munchlax. Oh. Critical hitje erbovenop. En dikke doei. Yeah, lekker Riolu level 17. Weet je, ik laat dit gewoon allemaal door mijn Munchlax doen, jongen. Ik weet niet wat er met deze Munchlax is, maar hij sloopt iedereen helemaal kapot. Helemaal. Hier, Psybeam op zijn bakkes. En het boeit hem gewoon niet. Hij blijft gewoon staan. Zo van, je kan Psybeam op mijn hoofd gooien. Maar interesseert me niet. Ik pak die gewoon, die Psybeam. Ik pak hem gewoon hier. Ik pak gewoon hier. Gooi er nog één. Gooi gewoon nog een Psybeam hier. Ik pak hem gewoon. Oké. Ik ben wel confused. Ik raak er wel van een beetje van in de war van de Psybeam, denk Munchlax. En laat ik mezelf dan ook maar gaan slaan. Want dat is volkomen logisch. Als ik iets niet meer snap, dan ga ik mezelf lopen slaan. Wat is dat nou voor iets geks? Als ik nu weer mezelf sla, dan word ik niet blij. Maar ik gebruik nu inderdaad COVID. Maar COVID? COVID. Ik zei COVID. Voordat de video gedemonetized wordt door YouTube. Dat moeten we niet hebben. Oké, maar ik ga wel verruilen nu. Ik ga Magby even de kans geven. Magby heeft net een nieuw aanvalletje geleerd. Daar ben je weer. Hij gooit een Psybeam op Magby. Ja, een Psybeam is wel een serieuze aanval. Dat merken we nu, hè. Een serieuze aanval. Ben ik sneller? Lekker. Magby is sneller dan Gotita, die er trouwens ook uitziet als een baby Pokémon, maar geen baby Pokémon is. Maar die is wel down. Die is wel weg. Die heeft gewoon een dikke doei. Munchlax gaat naar level 15. En BD gooit een Hatena. Ik ga nog niet wisselen. Ik ga eens kijken of Magby dit kan. Want nu komen we een beetje bij de serieuzere Pokémon volgens mij. De serieuze tegenstanders. Hatena! Eerst hebben we de move COVID. En nu hebben we Hatena. Dit gaat allemaal niet... Ik weet niet, man. Gelukkig gaat het allemaal weer wat iets beter in de wereld volgens mij. Dus daar ben ik blij mee. Nou, Athena gaat zo te zien ook al kapot door de nieuwe move van Magby, Flameweal. Heerlijk movie. Twee keer erbovenop en Athenatje is ook weg. Maar ik denk dat BD het ons nog wel lastig gaat maken in deze challenge. Ik denk dat hij op een gegeven moment, als hij zijn Pokémon gaat evolueren en hij krijgt nog meer Pokémon, dan gaat het wel moeilijk worden. Maar nu nog niet. We hebben hem nu verslagen zonder al te veel problemen. En we lopen naar buiten richting Turfield, richting de eerste gym. En die wil ik gaan doen in de volgende aflevering. Dus als je dat wil zien, gooi de duimpjes omhoog voor de support. En vergeet niet te abonneren. Reageer even op de vraag van de dag. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!